Welkom en fijn dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben drie onderwerpen voor u. De bewoners voeren actie tegen de bussluis op de Amazonedreef. Ik ben erbij. Wij zijn aanwezig bij de bussluis op de Amazonedreef. Een doorn in het oog van een aantal wijkbewoners die hier wonen. En die willen hem het liefst ook vandaag al weg hebben. Andere bewoners vinden dat een slecht idee. Maar wij gaan een actie volgen. Waarom deze actie bij de bussluis van de Amazonedreef? Zoals je misschien weet, vorig jaar inmiddels... Hebben wij met een paar honderd bewoners uit de buurt een burgerinitiatief gestart om de bussluis te verwijderen. Mm-hmm. De meerderheid van de gemeenteraad heeft voorgestemd, waardoor er een rechtsgeldig besluit ligt die de wethouder moet uitvoeren. De wethouder is heel erg laks. We zien heel weinig motivatie en wil om het uit te voeren. Daarom zijn we gekomen met onze actiegroep destijds, omdat vrijwilligers die destijds geholpen hadden met de burgerinitiatief, mm-hmm. Hebben we besloten om de weg te blokkeren als protestactie. Dat de wethouder even in beweging moet komen. Bent u voor of tegen de bussluis op de Amazonedreef? Nu tegen. En waarom? Als de situatie in de omgeving niet verandert, moet de busbaan blijven in verband met het drukke verkeer. Maar u zegt wel, hij kan open met als er andere oplossingen komen. Als er remmende maatregelen komen, dat verkeer niet doorheen kan racen. Gewoon op rust om hier door de wijk te rijden, heb ik geen probleem mee dat hij open gaat. Maar in de huidige vorm moet hij dicht blijven. Wat vindt de wijkraad van de situatie van deze bussluis? Nou, het is natuurlijk een hele lastige situatie, want die bussluis is niet voor niks gekomen. Er zijn hier vroeger dodelijke ongelukken gebeurd, dus de bussluis heeft een functie. Maar ja, nu zijn er ook andere inzichten en de gemeenteraad heeft gezegd van nou, hij kan weg in eerste instantie. Toen is er gezegd van nou, er moeten aangepaste maatregelen komen. Nou, en vervolgens is er een proces door de Fietsersbond aangekaart en heeft de rechter gezegd van het besluit is niet goed, moet een nieuw besluit komen. En wat wij ervan vinden, het moet hier veilig zijn. Dat is het eerste punt. En wij hebben ook gezegd van, nou, als de gemeenteraad zegt dat de bussluis weg moet of weg kan, dan vinden wij het belangrijk dat er goede veiligheidsmaatregelen komen. Bijvoorbeeld 30 kilometer, drempels, misschien een stoplicht. Daar kunnen ze wel wat op bedenken. Wat moet er gebeuren om het nog fijner en veiliger te maken? Nou, dan zeg ik de bussluiten, zeker de Amazonedreef, in het begin is al gebeurd, versmallen. Remmende maatregelen, dat verkeer op een rustige manier doorheen kan rijden. En ook op de Paranendreef en bij het zwembad dan remmende maatregelen voor het oversteken naar het zwembad toe. Dan kan het er allemaal doorheen, dat is geen probleem. Ja, en een rotonde aanleggen op de Garnigriedreef, waar ook veel ongelukken gebeuren. Dat is een hele gevaarlijke kruising. Dus in combinatie met dat, dan zou de busbaan open mogen, wat mij betreft. Ja. Maar nu nog niet. Nou, we hebben een aantal oplossingen gehoord van een bewoner van de Paranadreef. Wat vond u van die oplossingen? Ja, heel goed. Hij heeft het goed in beeld. Hij was er in de tijd ook een voorstander van dat de bussluis er kwam. Want hij woonde al heel lang en weet van die dodelijke ongelukken die er gebeurd zijn. Maar hij is heel redelijk. Hij stelt goede oplossingen voor. Dus daar zou het mee opgelost kunnen worden. Een portret van Demi Jolen, buurtverbinder. Verslaggever Joke praat met haar. We staan hier vandaag in Park de Gagel en praten met Demi Jolen. Demi, jij bent buurtverbindster geworden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, ik ben inderdaad buurtverbinder geworden. En dat houdt in dat ik aan de slag ga en overvecht om 50 wijkambassadeurs te vinden. En daar een netwerk van te vormen. En die wijkambassadeurs, dat zijn eigenlijk actieve en betrokken wijkbewoners. Die bezig zijn met goede dingen in Overvecht. En daar willen we middels het netwerk meer aandacht voor krijgen. Hoe ga je, als kijk, je zoekt eerst de ambassadeurs nog, heb je die. Hoe ga je mensen benaderen? Hoe ga je ze bij elkaar krijgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk op zoveel mogelijk manieren. We hebben nu een aankondiging gedaan via Dreefnieuws, online, maar ook offline. Ik ga veel naar buurthuizen. Ik ben in mijn eigen netwerk aan het rondvragen. Ik probeer zoveel mogelijk tips te verzamelen. Ik heb een hele lijst met mensen die ik nog wil spreken. Maar mensen benaderen mij ook zelf. Dus dat is ook wel heel leuk om te merken. En ik heb binnenkort nog ongeveer 6 gesprekken staan om meer mensen hopelijk bij de groep te voegen. En daarnaast is er nog een hele lijst van mensen die ik eigenlijk op korte termijn nog wil gaan spreken. Ik vraag me één ding af. Ik heb heel lang in de wijk zelf gewerkt, hè? Mm-hmm. En ik merk hoe lastig het is om bepaalde groepen mensen te bereiken. Heb je daar al idee van hoe je dat gaat doen? Ja, klopt. Ik snap ook wat je bedoelt. Want het zijn al eenmaal heel veel mensen die hier wonen. Maar wat ik probeer en wat ik hoop te bereiken is dat via andere wijkbewoners. Dus ik heb niet toegang tot alle groepen. Maar er zijn wel vaak een aantal sleutelfiguren in de wijk. Dus om met hen om de tafel te gaan van, hey, kun jij mij weer voorstellen binnen jouw netwerk? Zodat ik toch zo'n breed mogelijke groep ook bereik. Gaan jullie dan ook via dat netwerk ook proberen eenzame mensen te bereiken? Vind ik een hele goede vraag. Ja, dat is zeker iets wat we ook kunnen meenemen, ja. Ook wel weer lastig om, hoe gaan we die dan bereiken? Want die zitten misschien wel ergens op de flat waar we nog geen weet van hebben. Maar door ook samen te werken met partijen als DOC en het buurteam, hopen we ook hen te kunnen bereiken. Ja, want wat ik net al noemde, het is heel lastig om bepaalde groepen te bereiken. Ja. En als je ze bereikt hebt, of ze mee willen doen, ja, klopt. Heb je daar ook al een idee van? Ja, nou ja, het is natuurlijk niet iets wat we willen verplichten aan mensen. Het moet ook zijn omdat je graag wil meewerken aan een beter beeld van de wijk. Dus het kan ook prima zijn dat mensen zeggen, nee, ik kies ervoor om gewoon hier te wonen, maar ik wil me verder niet inzetten. Natuurlijk ga ik dan nog wel ze proberen te overtuigen. Maar ik hoop ook dat het een beweging wordt, dat als ze het nu niet zien zitten, maar uiteindelijk zien wat we met elkaar doen, nou, dat ze dan wellicht toch besluiten om ook aan te sluiten. En hier is de buurtcamping normaal? Ja, klopt. We hebben hier afgelopen juli hebben we een heel weekend lang tentjes gehad, een podium, een grote tent, allerlei activiteiten. En nu zie je er eigenlijk niks meer van, maar we hebben het in 4 dagen helemaal omgetoverd. Of eigenlijk in 1 dag met opbouwen en alles en toen 3 dagen camping en toen weer alles afgebouwd. En dat was jouw eerste activiteit in Overvecht? Ja, nou, ik heb 2 jaar geleden als vrijwilliger daar ook geholpen. En toen dacht ik al wat leuk, hoe dit mensen bij elkaar brengt en hoeveel contacten je opdoet. En ook gewoon dat het best wel laagdrempelig is. Want je eet met elkaar, je drinkt met elkaar, je doet mee aan een workshop of een activiteit. En nu heb ik het dan vanuit de organisatie voor het eerst zo gedaan in Overvecht. Waar is dit uit voortgekomen, dit hele plan? Nou, dit is voortgekomen uit het nieuwe programma aanpak van Overvecht, Samen voor Overvecht. Daarin werken bewoners en professionals en de gemeente samen om aan concrete kansen en verbeteringen in de wijk te werken. Daar hoort het wijkambassadeurschap ook onder. Kan iedereen wijkambassadeur worden? Nou, in principe zoeken we gewoon bewoners uit Overvecht die zich actief inzetten voor de wijk. Die ook mensen kennen in de wijk en die het leuk zouden vinden om het positief verhaal van de wijk wat meer te delen. Ook af en toe door middel van een filmpje. Dus als je aan dat beeld voldoet, dan kun je zeker contact opnemen. Dat kan ook via demi.overvecht@gmail.com. Dus iedereen kan mij eigenlijk een mailtje sturen om eens kennis te maken. Tot slot, Gagelstede viert 45 jaar bestaan met een oogstfeest. Have you seen the old man in the clothes of my head, taking up the pace with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride, and loosely at his side. Yesterday's paper study, yesterday's news. We zijn hier bij het oogstfeest. Gagelstede bestaat 45 jaar. Waarom dit feestje? Nou, wij hebben elk jaar een feest
Om het einde van het seizoen te vieren. Dat we de oogst binnengehaald hebben. Dat het weer een mooi seizoen is geweest. En dat vieren we elk jaar met een oogstfeest. En dit jaar is het een extra speciaal feest. Want we bestaan 45 jaar. 45 jaar is er al een kinderboerderij op deze plek. En die heeft allerlei verschillende vormen gehad. Sommige mensen kennen nog wel de bouwspeeltuin. De grote vijver met de eenden die er was. En inmiddels heeft het... De vijver is gedempt en er is nu weer een vijver teruggekomen. En vandaag hebben we daar allemaal mooie skeltes neergezet. Maar het is wel mooi om te weten dat de gebouwtjes nog steeds hetzelfde zijn. Ook al vloeken we daar in de winter wel eens op, omdat het toch wel wat kouder wordt in de winter. Maar daarin is het wel mooi om te zien dat zo'n plek blijft bestaan. En dat je een goed podium kan blijven voor de wijk. En dat is de belangrijke functie die wij hebben. Wat maakt deze plek zo bijzonder voor de bewoners van Overvecht? Nou ja, dat is een kinderboerderij is denk ik gewoon sowieso een bijzondere plek in de wijk. Omdat je daar laagdrempelig naartoe kan. Je hoeft niet door een deur heen, je bent buiten. De kinderen gaan even lekker naar buiten. Ouders vinden het altijd leuk om de boerderijdieren met hun kinderen te bespreken. Dat is ook de reden waarom we met de samenwerking met het Nijntje Museum hebben. Met de speurtocht rond het Nijntje verhaal. Dat blijft toch iets waar je als ouder met jonge kinderen naar op zoek gaat. Van wat kan ik gaan doen met mijn kind? Wat is het eerste uitstapje? Het eerste uitstapje met een kind is meestal naar de kinderboerderij. En dat is toch wel een van de belangrijke functies die we hier hebben. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and fall to sleep in the hall. Wat biedt de voedseltuin de bewoners? Een fantastische, rustige plek waar je samen met je buren heerlijke groenten kan verbouwen. Waar je lekker kan kletsen, waar je lol kan maken, waar we veel vieren. Waar we mooie activiteiten hebben, zoals een lunchpauzeconcert in de zomer of een winterfeest en dit oogstfeest. Doen we aan mee. Ja, het is van alles. Ja, het klinkt als een oase. Ja, maar dat is het ook. Ja, ja. Dus, ja, het is een oase in Overvecht. Deze plek sowieso is een oase in Overvecht. Als er nou een bewoner is, hè, die woont 10 hoog en die kijkt naar beneden en die denkt ik wil meedoen. Kan dat? Ja, gewoon langskomen. Doen wij niet moeilijk over. Daarnaast is het gewoon een heerlijke plek om lekker groen buiten te kunnen zijn. Lekker in de hangmat te kunnen liggen. We hebben hier heel veel mensen die ook stelletjes die of een eerste date hebben. En kom, we gaan lekker wandelen in het park. Oh, we gaan even naar de kinderboerderij toe. Het is toch een ijsbreker, toch een manier om... Ja, je raakt in gesprek met mensen op een andere manier. En je praat met mensen over de dieren. En ondertussen praat je met elkaar. En dan maakt het niet uit met wie je praat. Dus dat is ook altijd weer een hele fijne manier om in contact te komen met elkaar. Is zo'n tuin zoals dit belangrijk voor de wijk? Zeker, ik vind het wel. Ik vind het sowieso heel belangrijk dat kinderen die in de stad leven ook... toch dichtbij iets hebben om in aanraking te komen met de natuur. En te weten hoe een dier eruit ziet en voelt. Het is gewoon een pareltje voor Overvecht. Zeker, het is echt een ontmoetingsplek voor alle mensen die hier wonen. Ik zie ook heel verschillend publiek altijd, dus dat is hartstikke leuk. Kunnen de wijkbewoners u bereiken? Ja, inmiddels is de boerderij een onderdeel van een stichting, Stichting Utrecht Natuurlijk. Dus we hebben onze eigen website www.utrechtnatuurlijk.nl. Hey, kijk! Ga ik je aan bij vuur? Zal ik in de hoge bomen staan? Ik was een kind en wist niet beter. Dan dat het nooit voorbij zal gaan. Dit was het dan weer voor deze week. Maar nog even een tip. Zaterdag 9 november is er een leuke jaarmarkt op Zorgcentrum Roosendaal. Heeft u een vraag of heeft u misschien wel een tip? Ga dan naar overvecht@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken
En tot de volgende week.